Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar de VVL voor Diekers Live 2.1. Vandaag in onze studio hebben we de deelnemers van Team Slokdown en Team Witte Geit. Vandaag komt ook weer de bekende theepauze voorbij en natuurlijk het antwoord op de vragen van de vorige uitzending. Ook vanavond zullen er weer vragen voorbij komen waar punten mee te verdienen zijn. En goed opletten, want ze komen niet meer in de app. Nou, we gaan over naar de teams. Beginnend met het thuisspelend team. Dat is vandaag Slokdown. Helaas konden allebei de teamcaptains niet komen. Maar ja, ik heb gehoord dat deze veel slimmer zijn. Dus hebben ze Lotte en Merle opgetrommeld. Om vanavond de punten binnen te halen. In ieder geval, welkom. Ja, dankjewel. De tegenstanders zijn vandaag Team Witte Geit. Met als teamcaptain Ruud. En Ruud vormt samen een tweetal met Kees vandaag. En natuurlijk de Witte Geit erbij. Welkom. Dankjewel. Ja, ze staan allebei in de middenmoot. Dus ze zijn tot nu toe erg aan elkaar gewaagd. En vanavond zijn natuurlijk veel punten te verdienen. Dus misschien na vanavond staan ze heel ver van elkaar af. Succes allebei. Dank je. Ik zal voor jullie de spelregels nog een keer uitleggen. We spelen twee rondes met vragen. Er zijn vier vragen per ronde. De eerste spelronde is 1 punt per goed antwoord te verdienen. De tweede speelronde krijg je 2 punten per goed antwoord. En de antwoorden dienen geschreven te worden op de A4'tjes die voor jullie liggen. En per vraag hebben jullie 10 seconden bedenktijd. En vanavond is ook weer heel aanwezig onze jury. Die zal de punten bijhouden en natuurlijk de tussenstand doorgeven. En ook vanavond hebben we natuurlijk weer leuke vragen verzonnen. En dan gaan we nu naar Joost voor vraagronde 1. Nou, Rico maakt het mij wel moeilijk. Heeft beloofd dat het moeilijke vragen zou worden. Nee, leuke vragen zouden gaan worden. Nou, dan gaan we eens kijken of dat wil lukken. Ik ben trouwens nog gebeld door Grapperhaus en die gevraagd of jullie een klein beetje afstand willen houden. Want 1,5 meter is bij sommige mensen iets minder dan 1,5 meter. We hebben 4 thema's waar we de vragen ingegoten hebben. We beginnen met het thema Helvoort. Sommigen wonen al heel lang in Helvoort, anderen iets minder lang. Weten misschien daardoor nog iets veel meer. Vraag 1, thema Helvoort. Vanaf 2005 is deze in Helvoort woonachtige acteur, kunstenmaker en muzikant regelmatig te zien in commercials. En speelt hij in series en speelfilms. Hij werd met name bekend door de rol van Adrie de wijkagent. In de serie en films van New Kids. Over wie hebben we het? Jullie mogen het opschrijven en de tijd die gaat nu in. Oké, zwaai. 10 seconden zijn voorbij. Is het gelukt, dames? Nee. Dat moet ik niet zeggen. Nou kunnen we niet meer knippen. Vraag 2. Kunst en cultuur. Misschien is het iets makkelijker. De compagnie van kapitein Frans Bannik Kok. Beginnen al mensen nou wel te zweten, zeg. We zijn nog niet halfweg de vraag. En luitenant Willem van Ruitenburg maakte zich gereed om uit te marcheren. Ik heb het over een schilderij dat bijna 4 meter hoog is en 4,5 meter breed. Wie is de schilder van dit wereldberoemde schilderij dat te bewonderen is in het Rijksmuseum? De pennen mogen neer. Vraag 3. Jullie ook weer wakker bij de les? Ja. Mooi.
is een sportvraag ook een beetje met muziek erbij. Bij het WK van 2010 in Zuid-Afrika, en waar het team van Casillas ons een doelpunt en dus de wereldkampioenschap in de weg zat, was een blaasinstrument erg populair onder de voetbalfans. Het leek op een trompet en het zorgde voor heel veel lawaai vanaf de tribunes. 2 jaar later kwam er een verbod op dit instrument, onder andere bij de Champions League wedstrijden, want mensen werden er knettergek van. Wat is de naam van dit blaasinstrument? 10 seconden gaan nu in. Beschrijvers. Tekenen mag ook. Nou, als er een beetje blijkt is toch goed. Tijd lopen en de 10 seconden zijn voorbij, dus de pen mag weer neer. De vierde vraag, laatste vraag alweer. Een algemene vraag. Er zijn woorden die je van voor naar achter en andersom kunt lezen, terwijl het woord hetzelfde blijft. Denk aan lepel, radar of als namen als Anna of Reinier. Maar hoe wordt een dergelijk woord officieel in het Nederlands genoemd? Is dat, nou wordt het makkelijker, want dan doen we meer keuzevragen. Jammer. Is dat, nou schrijf maar vast op dan kijk je wel of het goed is. Is dat A, hippodroom, B, palindroom of C, retrospectief? Dus A, hippodroom, B, palindroom of C, retrospectief? Als ik moest gokken vroeger, gokte ik altijd B. Nee, ik gok niet meer. Oh, de tijd gaat nu in trouwens, ja. Dat was vraag 4. Pennen neer. Dan gaan we nu de vragen beantwoorden. Kijken, tenminste beantwoorden. Dan gaan we kijken of jullie het een beetje hebben kunnen beantwoorden. De vraag van de acteur uit Helvoort. Kees en Ruud, jullie antwoord was? Bart de Rijk. Bart de Rijk. En jullie antwoord was? Nou, wij wisten wel om wie het ging, maar we wisten zijn naam niet. Oh, dat is jammer. Dat is niet goed heel, denk ik, hè? Nee, dat is jammer. Nee. 1 punt voor wittigheid. De kapitein Frans Banning en luitenant Willem van Ruitenburg, die hoorden hier bij de schuts, of eigenlijk hoorden die wel een beetje bij de schuts, alleen was het een iets andere schuts. Het was de nachtwacht. En de nachtwacht is geschilderd door, laat maar zien. Rembrandt van Rijn. Rembrandt van Rijn. Ja. Rembrandt van Rijn. En het schilderij was niet alleen 4 meter hoog en 4,5 meter breed, maar het weegt ook nog eens een keer 337 kilo. Dus weghalen zullen ze het niet vlug doen. Nou ja, we hadden dus eerst het verkeerde opgeschreven, toen waren die 10 seconden al voorbij. En toen wist het goede antwoord maar wel. Van Gogh, is... Nee, dat kunnen we toch niet goedkeuren. Nee. Dat is wel een schilder, maar dat is de enige overeenkomst. Sport en muziek. Het instrument. Waarbij iedereen blij was dat het verboden werd. Heette de... We hebben het getekend, nou, dat mocht, hè? Je hebt, ja, dat heb ik gezegd trouwens, hè? Ja. Nou, hoe ziet hij eruit? Ja, het lijkt... Het is zo'n lange toeter, ja. Daar hebben wij getekend. En wat hebben jullie geschreven? De Vuvuzela. Ja, dat was het. Het is zelfs goed geschreven. Ja, en ik heb het gezegd, dat het één gehoord, hè? Dus jullie hebben ook een punt. Yes. Eindelijk. Geef een bonuspunt als het goed schrijven, of niet, Hilde? Jazeker. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Nee. We doen de woordjes die zowel vooruit als achteruit geschreven, maar ook gelezen kunnen worden. Dat heet een... Palindroom. Palindroom, inderdaad. Het is allebei goed, een palindroom. En weten jullie toevallig ook wat het langste palindroom in het Nederlands is? Nee. Meetsysteem is een lange, maar... Dat komt in de buurt, dat komt in de buurt. Er zijn nog langer. Een koortsmeetsysteemstrook. We kunnen thuis gaan proberen of het klopt. Dus. Heren, dames, sorry. Dames, heren, dankjewel. Dit was ronde 1. Ja, het is niet... Dit is nog nooit gebeurd dat in 1 ronde alles goed is geraden. En dat is door Witte Geit, die had 4 punten. En Slokdown, nou, de dames doen het echt heel goed, 2 punten. En ja, dan gaan we nu, dat is de tussenstand, dan gaan we daar naar de tweede ronde kijken wie er dan het slimste is. En
En Joost, wat hebben we vandaag voor thee? Rooibos of groene, want het is elke keer anders. Het onderwerp, de theepauze. Een item die we er een tijdje geleden ingedaan hebben. Als het goed is, hebben jullie het al een keer gezien. Geen nee zeggen, ook al heb je het niet gezien. Hè? Gewoon ja zeggen dat je het gezien hebt. Ik zal het dan een keer uitleggen voor alle zekerheid. De thuisspelende ploeg, zijn jullie. Mogen als eerste een theezakje pakken. Er staat een vraag op. Beantwoord die vraag. Probeer er niet al te lang over na te denken. Daarna mag Ruud een vraag pakken en daarna mag jij weer een vraag. Sorry. Je mag één vraag weigeren, in totaal. Als je denkt van, vind ik te moeilijk, vind ik te lastig, dan mag je er eentje weigeren. Ik zou zeggen, Merle, ga je gang? Ja. Okay, want door deze vragen te beantwoorden, krijg je natuurlijk veel beter inzicht in het geheel. Hè? Ik had trouwens een keuze uit rooibos en groene thee, dus ik was even vergeten te reageren op jouw vraag. Met wie vier je het liefst je verjaardag? Mag ik hem eentje hebben? Dan zal ik, want ik wil zeker weten dat je de goede hebt. Ja. Hè? Met wie vier je het liefst je verjaardag? Kun je even nadenken, Ruud? Nou, vertel maar. Ja, ik denk toch wel met mijn familie en mijn vriendinnen. Dat is een beetje standaard, maar ik denk wel dat... Ja, je hebt geen behoefte aan vreemdelingen natuurlijk. Hè? Nee. Je eigen clubje, dat is mooi genoeg. Ja. Helaas, kan dat nou niet, hè? Nee, nee. Je bent binnenkort jarig? In mei. Dus ik ga ervan uit dat het nog steeds... Aan. Ik ben bang dat het ook inderdaad zo zal blijven. Ruud? Ja, ik heb mijn verjaardag in december ook over moeten slaan inderdaad. Maar toch het liefst een biertje drinken met je maten. Dat mis ik wel, ja. Dat snap ik. Maar je verjaardag overslaan, je bent gewoon niet ouder geworden dan? Ja, dat helaas wel. Oh ja, goed. Ruud, de tweede. Ruud gaat voor de rooibos. Met welk familielid zou je een dag willen ruilen? Met welk familielid zou je een dag willen ruilen? Dan moet natuurlijk heel goed uitkijken wat je zegt. Want als jullie paar maar vanavond kijken, dan zouden we wat problemen kunnen krijgen. Ja. Nou, mijn vader is al een paar jaar met pensioen. Dus daar zou ik best wel eens een keer een dagje mee willen ruilen. Ja. Eén dag. Want anders dan... Nou ja, ik ben nog jong genoeg. Ik wil nog wel even een tijdje blijven werken ook. Dus dat doe ik ook graag. Dus ruilen met jullie pa. Oh, dat zal geen slechte ruil zijn, denk ik. Nee. En voor jou? Goh, ik vind het echt een hele moeilijke. Ja, jij mag hem niet overslaan, want Ruud, mag hem overslaan. Ja, ik denk als ik moet kiezen... Dan moet. Dan... Met mijn broertje, denk ik. En waarom? Nou, misschien een heel serieus antwoord. Mij is blind, dus dan zou ik als willen weten hoe het is om een dag echt blind te zijn. Oké. Nou, ik vind het toch een heel goed antwoord. Heel apart. Ja. Dankjewel. Jij mag er eentje pakken, de laatste. Groene thee. Hoe zet jij een ander in het zonnetje? Hoe zet jij een ander in het zonnetje? Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Ja, maar ik hoef maar één antwoord te hebben. Wat ik wel regelmatig doe is een keer een bericht sturen naar een vriendin als ik weet dat ze even wat moeilijker heeft. Even laten weten dat we allemaal trots op te zijn. Oké. Even een hart onder de riem steken. Dus je denkt ook aan anderen als ze moeilijk hebben. Ja, dat is zeker. Heel belangrijk. Kan ik goed vinden. Oké. Ruud! Ik mag hem niet overslaan, hè? Nee, jij mag hem niet overslaan. Jij zet nooit iemand in een zonnetje. Ik doe het waarschijnlijk, of weet ik eigenlijk wel zeker, doe het veel te weinig. Oké. Eén specifiek iemand die in het zonnetje moet zetten? Nou, iedereen verdient het natuurlijk wel eens. Maar ja, toch het klassieke bloemetje om mee thuis te komen dan. En wanneer is dat de laatste keer geweest dat je dat gedaan hebt? Poeh. Nog mijn guldens betaald? Nee, dat niet. Het zal een paar maanden geleden zijn. Oké. Nou, dat was bijna de theepauze. We hebben nog een laatste vraagje, heel kort. Shirtjes van FC Den Bosch of van Willem II? FC Den Bosch. Echt waar? Ja. Die tricolore zijn er veel mooier. Ja, kies toch voor FC Den Bosch. Oké. Goed antwoord. Nou Ruud, kunstgras of gewoon gras? Ik vind kunstgras helemaal niet verkeerd. Bij ons in het team wordt er veel over geklaagd, maar ik voetbal er graag op, moet ik zeggen. Ja. Geen last van blessures?
Nee, valt gelukkig nog mee. Afkloppen. Oké. Okay. Jongens en meisjes, dit was de theepauze voor vanavond. En dankjewel voor jullie antwoorden, voor het kijken achter de schermen van jullie. Dank je. Afgelopen weekend is er weer flink gevoetbald. PSV, Feyenoord, Ajax, PEC Zwolle en Heerenveen mocht het opnemen tegen Willem II. We hebben onze fotograaf ter plekke gestuurd, heeft wat foto's genomen. En die foto's die zien jullie dadelijk in beeld. Maar we hebben het wat moeilijker gemaakt. We hebben namelijk wat voetballers onherkenbaar gemaakt. Het is de bedoeling dat jullie aan ons door gaan geven welke voetballers onherkenbaar in beeld zijn. Sommige zullen wat makkelijker zijn, andere zullen wat moeilijker zijn. Graag jullie antwoord voor vanavond 22:30 op digiquizlive21@hotmail.com. Dus doe je best en heel veel succes! Ja, dan is nu tijd voor vraagronde 2. Bij deze ronde zijn 2 punten per goed antwoord te verdienen. De vragen van Joost waren vrij moeilijk, zoals we al hadden aangegeven. En leuk. Maar ja, toch hebben ze best goed gescoord. Dus we gaan kijken hoe deze ronde gaat. Dan gaan we naar de eerste vraag. Dat is een algemene vraag. Hoeveel strepen staan op de Amerikaanse vlag? Het zijn open vragen. Dus hoeveel strepen staan er op de Amerikaanse vlag? De tijd gaat nu in. Ja, iets opschrijven. De tijd is voorbij. Hebben jullie al iets opgeschreven? Ja. Oké. Okay. Ze worden al makkelijker, de vragen. De volgende vraag is een muziekvraag. Welke Britse jazz- en soulzangeres won als eerste 5 Grammy Awards? Dus welke Britse jazz- en soulzangeres won als eerste 5 Grammy Awards? De tijd gaat nu in. Tijd is voorbij. Dan hebben we de volgende vraag. Vraag 3. Die gaat over sport. Daar ligt jullie misschien al bij wat beter. Dat weet ik niet. Bij voetbal staan er 11 spelers op het veld per team. Maar hoeveel spelers zijn er bij waterpolo in het water per team? Dus hoeveel spelers zijn er bij waterpolo in het water per team? De tijd gaat nu in. Tijd is voorbij. De laatste vraag van deze ronde die gaat over eten en drinken. Wat is het hoofdbestanddeel van mayonaise? Dus wat is het hoofdbestanddeel van mayonaise? Tijd gaat nu in. Is voorbij. Nou, dat waren de vragen van deze ronde. Ik vond die vorige ronde veel leuker. Ja, was die makkelijker? Dat is een stuk makkelijker. Ja, dat is maar net waar je ligt, hè? Nee. Ja, zijn jullie ook zover? Ja. Dan gaan we even controleren wat jullie hebben opgeschreven. De eerste vraag ging over Amerikaanse vlag. Hoeveel strepen erop stonden? Nou, ik ben benieuwd wat jullie hebben opgeschreven. We kwamen tot 20. 20. Oké, en jullie? 26. 26. Nou, jullie zaten op het dubbele. De goede antwoord was 13. Dus allebei geen punten, helaas. Maar jullie hebben de wit ook meegeteld. Ja, hun hebben de wit ook meegeteld, denk ik. Gokje. De volgende vraag is de muziekvraag. Over de 5 Grammy Awards. Welke soulzangeres en Britse jazzzangeres deze als eerste gewonnen heeft. Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Ja, dit was de eerste die bij ons Adele. Binnenschoot. Ja, dat is al
Waarschijnlijk niet zijn. Ja, dat kan. Het kan. Ja, dat dachten wij ook aan. Dat dachten jullie ook. Nou, niks anders verzinnen. Ja, jullie liggen inderdaad op één lijn. Maar ik moet jullie teleurstellen. Het was Amy Winehouse. Oh. Ja. Helaas is ze er niet meer, maar ze heeft toch als eerste de 5 Grammys gewonnen. Dan hebben we de volgende sportvraag. Over de waterpolo. Hoeveel spelers er in het team per, of in het water liggen per team? Wat hadden jullie opgeschreven? Wij twijfelden, maar kwamen uiteindelijk tot 7. En waar twijfelde je dan op? Kees dacht 6, ik dacht eerder aan 8. Dus ze hebben in tussenin gezet. Hetzelfde. Ja, oké. Okay. Nou, ben ik benieuwd naar jullie. Ja, wij hadden het zelf, maar we hebben 6 opgeschreven. 6. Nou, dan hadden jullie ook beter voor de gemiddelde kunnen gaan, want het is toch 7. Oh. Dus 2 punten voor Witte Geit. De laatste vraag was eten en drinken. Het hoofdbestanddeel van mayonaise. Is van jou. Nee, ik dit was jou. Ik ben benieuwd wat jullie hebben opgeschreven. Azijn. Azijn. En jullie? Wij ook. Wij ook. Jullie zijn weer op één lijn dan. Ja, ja, dat is het. Maar elke keer als jullie op één lijn liggen, is het toch niet goed. Nee. Oh. Het was olie. Oh ja, ik twijfelde azijn of olie. Ja, toch weer die twijfel, hè? Ja. Dus allebei wederom 0 punten voor deze vraag. Dan zullen we eens even gaan kijken naar de tussenstand van vanavond. Dan gaan we weer over naar Hilde. Ja, ik had eigenlijk gezegd dat de dames het iets beter moesten gaan doen, maar ik vond het ook moeilijke vragen, hoor. Ja, ik was het toch wel met ze eens. En de totaalscore is, de dames hebben 2 punten en Witte Geit hebben er 7. 6. Sorry. Oh, ik had bijna, ja nee, 6. Het zijn er echt 6. Dus Witte Geit heeft deze ronde gewonnen. Nou, zoals jullie zien wordt er niet geknipt en niet geplakt. Het is allemaal aan één stuk opgenomen en uitgezonden. Uitslag vraag 6. De vraag was, hoeveel merken en soorten drank heeft Mitra Pijnenburg in huis in Elvoort? Nou, ik zal het eventjes voorlezen. De bieren 346 stuks, wijnen 336 stuks, gedestilleerd 729, port, sherry, vermoed, PSV 65, frisdranken 40. Als je snel kunt rekenen, kom je uit op 1516 stuks. Nou, gaan we over naar de puntenverdeling. Op de 10e plek, quiz geen naam, erg enthousiast met 10.500 merken en soorten. 2 punten. Team 9, Team Barbecue bedoel ik. Op de 9e plek dus, die waren te bescheiden met 625 stuks. 2 punten. En dan iets opmerkelijks. 4 teams met exact dezelfde uitslag. Helvoort Virus, Slockdown, Quarantinas en Kantine Team. 2017 dachten zij. Maar volgens mij is dat het jaartal dat Dick Bruna is overleden. En dat was toch weer een andere vraag. 2 punten. De 3e plek, Witte Geit. 1338 punten, verschil van 322. Zij hebben hiermee verdiend 4 punten. Met een verschil van 251 punten is geëindigd team de 3e helft. Zij dachten 1767. En op de 1e plek dus, 1 team is over. COVID-19 met 1743 stuks, een verschil van 227. En zij hebben dus 8 punten verdiend. Nou, na deze uitslag kunnen we meteen verder naar de tussenstand tot en met vrijdagavond 19 maart. Op de 10e plek, quiz geen naam, 19 punten. Op de 9e plek, Team Barbecue, 20 punten. Kantine Team, 22 punten. De Quarantinas, 24 punten. Old Boys Raisin Bread, 26 punten. Slockdown. Op de 5e plek, 27 punten. Helvoort Virus, op de 4e plek, hey, dat komt mooi uit, 30 punten. Op de 3e plek, Witte Geit, 35 punten. Op de 2e plek, COVID-19, 36 punten. Is trouwens gedeeld met de 1e plaats, team 3e helft. En dan nu op naar de laatste 2 speelrondes. En denk eraan, de laatste, in dit geval quiz geen naam, kan nog steeds eerste worden. Allemaal 30, 35. Mag ik eens iets vragen? Wat bent u eigenlijk aan het doen?
Ik ben me momenteel aan het meten voor de veiligheid van de materialen van de camera en de lamp. Wat bedoel je met veiligheid? Daar komen beugels omheen. Voor de eventueel als ze de bal tegenaan schieten, dat hij niet stuk gaat. Zoals andere keren hebben we ook nu weer een keer een doelopdracht. Want er zijn natuurlijk heel veel punten te verdienen en met doelopdrachten meestal extra veel. De opdracht van vanavond luidt als volgt. Maak een soort promofilmpje, een fotocollage of in ieder geval iets creatiefs wat te maken heeft met de quiz of met jullie team. Stuur dit in uiterlijk woensdag 24 maart om 24 uur. Omdat het een wat lastigere opdracht is, hebben jullie ook wat meer tijd gekregen om er flink mee bezig te zijn. Het mag niet langer duren dan 2 minuten. Inzenden kan dus naar het gebruikelijke adres digiquizlive21@hotmail.com. Heel veel succes met deze creatieve opdracht. Dit was het weer voor vanavond en we zien jullie graag aanstaande woensdag weer voor een nieuwe uitzending van de DigiQuiz Live 2.1. Met dan de wedstrijd tussen de teams met de oudste deelnemers. Oftewel de Old Boys Raising Bread tegen het Team Barbecue. Dan gaan we kijken of de deelnemers met de meeste levenservaring ook de meeste kennis hebben. Dus dat gaan we zien. Voor nu wensen jullie een fijn weekend en tot woensdag.